Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. De video voor de nieuwe maanenergie. Nieuwe maan is 8 april aanstaande in het teken Ram. En er is ook nog een totale zonsverduistering die plaats gaat vinden. Nu is dit in een beetje het Amerikaanse gedeelte is dat heel goed zichtbaar. Volgens mij hier niet echt in de buurt, misschien een stukje, maar daar dus wel. Er gaat dus weer een moment aangediend worden om stil te staan bij de kracht van veranderingen. Nu heb ik van de week natuurlijk al een video online gezet over de 4-4-poort. Die zul je misschien op dit moment als de video online komt, want ik neem deze op de 6e op. Kan het dus ook nog voelbaar zijn van die energiepoort. We hebben Mercurius dus retrograde lopen. Deze eclips zonsverduistering die er nog mee te maken heeft. Dus er speelt heel veel. Dus de kracht van veranderingen, dat is dus niet alleen een stukje in de natuur, maar ook in je eigen leven. Een stukje natuur kan ook voelbaar zijn, dat er weer wat aardse elementen naar voren gaan komen. Misschien de Schumann-resonantie die weer extreem gaat pieken. Nu kan het zijn, we hebben natuurlijk in één keer koude dagen, in één keer weer heel warm, dan weer heel koud. Of in ieder geval koud, een stuk minder qua temperatuur, regen dan weer. Dus er zit heel veel wisseling in, ook in het stukje natuurlijke. Maar we gaan eens even kijken wat dat dan te betekenen heeft voor onszelf. Je kunt dus door die zonsverduistering een hele andere kijk op dingen krijgen. En de periode loopt dus eigenlijk, nu hebben we de eerste eclips is dus met de volle maan al geweest. Dus ongeveer 5,5-6 maanden zal deze energie dus verder voort gaan zetten. Hè? Die nieuwe maan met die zonsverduistering is dus gekoppeld aan 5,5-6 maanden periode. Een periode waarbij je enthousiasme kunt gaan ervaren. Of vanuit passie bezig bent met een activiteit waarvan je hart weer sneller gaat kloppen. Maar het kan ook een periode zijn van veranderingen waarbij onze emoties sneller kunnen ervaren. Waarbij je dus eerder verdrietig kunt zijn of eerder boos of verwarrend of wat dan ook. Dus gun jezelf dan in deze periode ook echt de ruimte om vooral te gaan voelen, om dingen te gaan verwerken. Wat heb jij nodig als ziel om nu sterker te worden in je eigen energiestroom? Om je stabiliteit neer te kunnen zetten. Om je emoties te stabiliseren en beter te kunnen begrijpen. Want ook dat is een item wat mee gaat spelen. Het stukje beter gaan begrijpen. De nieuwe maan is nu in Ram. En in combinatie met die zonsverduistering is dit een extra krachtige ramenergie. Een ram kan ook koppig zijn. Hè? Het is een vuurteken dat gekoppeld is ook aan het stukje doorzettingsvermogen. Maar ook verandering en dus vernieuwing. Neem dus de ruimte voor jezelf om te reflecteren waar jij de focus op zou willen leggen de komende periode. Niet het stukje waar jij de focus op wil leggen voor een ander. Nee, voor jezelf. En neem dan ook de tijd om in deze periode nieuwe intenties te gaan zetten. Dus elementen te verankeren. En direct na de nieuwe maanenergie loopt de energie over in een engelenpoort op 11 april. En 11 is ook weer een meestergetal. Dus 11 staat voor een extreem hoge trillingsenergie. Het staat ook voor transmutatie van je persoonlijke macht naar een hogere meer spiritueel niveau. En de kracht van je intuïtie wordt aangescherpt, maar ook de kracht van overgeven aan iets wat niet tastbaar is. Dus van de ene energiepoort gaan we naar de nieuwe maanenergie met zonsverduistering en vervolgens weer een energiepoort. Er is zo ontzettend veel aan de hand. Maar we gaan gewoon maar eens even starten met de kaarten. We gaan kijken wat er naar voren mag komen en wat ik over mag brengen met deze energiestroom voor jullie. En zoals je ziet had ik al kaarten klaargelegd. Dus we gaan ook even met de maankaarten kijken wat er naar voren mag komen.
De mooie edelsteen die ik erop had liggen is de Golden Healer. Die leg ik even lekker hierbij. Oh. We hebben iedereen zal winnen, volle maan in weegschaal. Dus de periode die er nu gaat komen zal, als je er aan overgeeft, je ook hetgene kunnen bereiken wat jij mag bereiken. En ik zeg mag bereiken, want het ligt natuurlijk in jouw handbereik of je naartoe staat of niet. Of dat jij de energie gaat stagneren of niet. Of dat jij je gevoel blijft volgen of niet. Dus het ligt echt binnen jouw bereik wat je kunt creëren. En het stukje creatie is dus wel belangrijk. Weegschaal is natuurlijk, het luchtteken is ook wel van het denken. Hè? Daarin weer terug te zakken naar je gevoel, je stabiliteit neer te zetten, vurige van de ram van het doorzettingsvermogen mee te nemen. Maar ik voel ook wel waterenergie hierin meekomen deze komende periode. Dus we gaan eens kijken wat er... Oh, nou, alle twee. Ja. Dan doen we dat. Tijd om het negatieve los te laten. Waterenergie, ik zeg het net, hè. Waterenergie, schorpioen, volle maan en schorpioen. Het stukje loslaten, een beetje je schild loslaten. En dan doel ik meer op ook het stukje open durven staan om het spirituele stukje te laten groeien. En spiritueel hoeft niet altijd dat spiriwiri gedoe te zijn. Nou, dat zweefteven gedoe waar ik het eerder over heb gehad. Maar gewoon dat onderbuikgevoel laten spreken. En dan zeggen heel veel mensen, ja, jij met jouw spiriwierige dingetjes. Ja, dat mag jij vinden. Maar als ik dan met hun in gesprek ga van, God, heb je wel eens gehad dat je in een ruimte kwam. En dat je het gevoel had dat er iets niet lekker zat. Of dat je de energie... dat iemand een beetje negatief was en dat je dat voelde. Ik zei, ja, dat is eigenlijk ook al spiritualiteit. Ik zei, dus jij hebt dat ook. En dan kijken ze je aan en dan hebben ze zoiets van, oh, ja. Dus het is eigenlijk niet zo zwaarwegend als dat ik zelf het benadruk. En dan geef ik ook aan van, ja, het is zo zwaarwegend als jij het zelf wil ervaren. Maar dat is ook een conditionering die jij ergens op legt. Omdat de buitenwereld er iets van vindt. Dus jij vindt er dan ook iets van. We krijgen erbij geloof in het onmogelijke. En het voelt voor mij ook dat je mag geloven in het stukje waar je geen zicht op hebt. Het stukje wat niet tastbaar is. Het spirituele stukje. Of het intuïtieve stukje wat jij ook, hoe jij het ook benoemt. Hè? Het voelt voor mij ook dat het stukje met... communicatie met jou te maken kan hebben, maar ook het ontwikkelen van jouw derde oogchakra. Jouw kruinchakra, bepaalde activaties die jij kunt neerzetten, maar dat het wel lastig soms voor jou is om nog erop te vertrouwen. We pakken er even de wijsheid van het orakel bij. Dan pakken we nog een kaartje uit. Oh, nou ja. Die vliegt eruit. We hebben volhouden. Kijk eens. Die transmuterende energie, wat dus nu heel sterk ingezet is door het eclipseizoen, maar ook zeker door alle energieportalen. Dit zorgt er echt voor dat jij... Het is een kaart 11 als je het op gaat tellen. Hè? Dus ook die 11 poort... Engelenpoort zal dus nog meer en meer activatie inzetten voor jou. En je bent al in een overgangsfase. En je hebt het oude eigenlijk al ontkoppeld. Alleen hou jij er nog een beetje aan vast. En dat komt omdat het niet tastbaar is. Dan blijf je een beetje in dat aardse stukje zitten. Hè? Want het aardse stukje is tastbaar. En... Nu ga je je eigen overgeven op iets wat niet tastbaar is. Daar kun jij misschien als persoon nog niks mee. Maar er gaat wel heel veel loskomen. En er gaat wel heel veel nieuwe, mooie energie stromen. Kijk eens, we krijgen de 3 van bekers en de keizer. Ja, dan krijgen we ook nog justice erbij.
Sommigen van jullie kunnen een beetje het gevoel hebben dat je een beetje moe bent. Dat je, of een oude situatie, dat je merkt van oké, ja, dit, daar wil ik gewoon geen energie meer aan spenderen. Maar het voelt wel dat jouw innerlijke stem laat wijzen waar jij gelukkig van wordt. Dat je ook weer dingen op gaat zoeken waar jij mee kunt connecten, waarmee jij jouw accuutje weer op kunt laden. En dan doel ik op er weer op uitgaan. Nu, ja, wat ik al aangaf, nu zijn het natuurlijk 2 dagen weer wel mooier weer. Dan kan het zomaar weer veranderen hier in Nederland. Alles verandert met de dag. Daar kun je ook geen pijl op zetten. Maar het stukje genieten hoeft niet altijd te zijn dat je de deur uit moet. Hè? Je kunt ook zeggen van, oh, kom jij gezellig hier op de koffie? En iets lekkers erbij. En dat je lekker aan het kletsen bent. Gewoon die kleine dingen. Hè? Erop uitgaan om te connecten. Of iemand naar je toe trekken om te connecten. En dit zal steeds meer gaan gebeuren. Dat jij mensen naar je toe trekt. Waarmee jij veel meer overeenkomsten hebt als met sommige mensen waar je heel lang mee om bent gegaan. En dit komt ook omdat jij meer in jouw mannelijke energie aan het stappen bent en de leiding aan het nemen bent over jouw eigen leven. Waarbij jij uiteindelijk de kracht en de eerlijkheid in jezelf gaat ontdekken, wat voor jou belangrijk is. Bepaalde keuzes zijn er dus wel aan gekoppeld die doorgepakt dienen te worden. En keuzes kan voor iedereen anders zijn. Dat kan ook zijn dat je dus nog vastzit aan een pijnstuk wat negatief is, of wat je negatief omlaag haalt. Een gedachtepatroon kan dat zijn. Maar van de andere kant voel ik ook wel dat jij weer die enthousiasme gaat ontdekken om weer door te kunnen gaan, om in dat nieuwe stukje te gaan stappen. Dat stukje van creativiteit, maar ook sensitiviteit. Het stukje gevoeligheid wat je daarin mee gaat nemen. Het stukje spiritualiteit. En dan kan het soms zijn dat je een beetje naïef bent daarover, maar van de andere kant voel ik wel dat jij dan leert herontdekken wie jij werkelijk bent en wie jij wilt zijn. En dan zul je ook merken dat er een bepaalde afronding gaat komen waarbij jij veel weerstand hebt gehad. Waarbij jij best wel wat strijd hebt geleverd. Maar ook lastig vond om bepaalde beslissingen te gaan maken. En door bepaalde beslissingen te nemen en te ontkoppelen of richtingen te bepalen waarbij jij dus beter van gaat stromen, energetisch gaat stromen, zul je ook merken dat bepaalde items voltooid zijn eigenlijk al. En dat die eindstreep al dichter... Sorry, ik knal tegen de microfoon. Dat bepaalde items al veel dichter in afronding zitten als waar jij misschien zelf voelt. Maar dat komt ook omdat het voelen wat lastig misschien kan zijn in deze periode. Maar door wel je te connecten met gelijke stemmen en ook je mannelijke energie erin mee te nemen. Dus niet alleen het spirituele en het intuïtieve, maar ook het mannelijke, dat stabiliteitsstukje, hè? Die kracht erin neer te zetten. Zorg je ervoor ook dat jouw balans behouden kan worden. Dat je dus ook de keerzijde ziet van wat er nu allemaal gaande is. Dat iets nodig is in dit stukje om jou naar een vernieuwing te kunnen brengen, waarbij nieuwe scheepjes naar je toe kunnen gaan komen. Dus er is heel veel wat mogelijk is, en er is ook heel veel wat ingezet is in het energetische stuk voor, ja, in het collectief veld, hè, van mensen die op dit kanaal terechtkomen, op welke reden dan ook. Of dat je misschien al langer kijkt en dat je zoiets hebt van, oh, deze reading, dat sluit echt bij me aan. Laat dan ook vooral een berichtje hier beneden onder in de berichtenbox achter. Want ik voel wel dat er een verschuiving ook op het kanaal plaats aan het vinden is. Dat er nieuwe mensen, heel veel nieuwe mensen bij zijn gekomen. Wat mensen die al langer keken, die dus nu ontkoppeld zijn van het systeem. Omdat hun niet meegingen in de stroming waarop ik de readingen oppak. En dat kan zijn dat mensen dus nog in hun ego blijven zitten. Of bepaalde conditioneringen over willen brengen. En dan
Ik mediteer ook altijd dat ik de zuiverheid op mijn kanaal mag blijven behouden. En als die zuiverheid ervoor zorgt dat er mensen zijn die onzuiver zijn, dus ontkoppeld dienen te worden, om welke reden dan ook, hè? Of ze zijn geabonneerd en ze abonneren, dat ze de abonneerknop indrukken, dat ze niet meer geabonneerd zijn. Of mensen die eerst wel eens zo mijn video's voorbij zagen komen, maar als ze niet meer compatible zijn met de energiestroom waarop ik de reading opneem, dat ze dat dan ook niet meer in het zicht krijgen. Dus ik voel echt dat er een verschuiving op het kanaal plaats aan het vinden is. En dit vind ik ook heel belangrijk, dat het ook de mensen gaat bereiken waarvoor deze reading bedoeld is. En ik doe dit vanuit liefde voor mensen om me heen, voor mensen die dit mogen ontvangen. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat de tijd die ik investeer om dit over te brengen, dat dit ook bij de juiste mensen mag komen. En dat zie ik ook hier in de reading, dat jullie in die verschuiving zitten. En dat dit af en toe nog wennen is in de energiestroom waar jullie inkomen. En je kunt je eigen misschien voorstellen dat je als student op dit nieuwe stuk staat. Vooral omdat we twee keer een paasje krijgen. Een paasje van emoties, een paasje van het stukje communicatie. Het stukje beleving, het stukje wijsheid, maar ook het stukje van ambitie en het stukje lef hebben. En als we dan zien dat we hier de paasje hebben en vanuit hier naar de koningin van bekers gaan groeien, maak je dus een sprong waarbij je dus eigenlijk over de ridder heen stapt. Je maakt dus een behoorlijke snelle sprong, waarbij intuïtie naar de voorgrond gaat treden, waarbij heling nodig is geweest om die sprong te kunnen gaan maken. En dan zal dat innerlijk vlammetje nog verder gaan branden. Er zal zo ontzettend veel passie de komende periode op je pad kunnen komen. En die passie zorgt er ook voor dat je geïnspireerd wordt om je weg voor te zetten. Om vol te blijven houden. Om het negatieve los te laten. Waarbij je dus eigenlijk iedereen zal winnen. Dus iedereen die zijn schouders eronder gaat zetten, zal dat cadeautje aan het eind van de stip kunnen openen. En dat heb je eigenlijk aan jezelf te danken, omdat jij in bent gaan voelen, oké, wat put me uit? Wat heb ik nodig? Wat kan ik loslaten? Hoe kan ik voortzetten? Waardoor ik dus het op een juiste en goede manier ook door kan pakken, wat ik dus nodig heb om niet uitgeblust te raken, om een innerlijk vlammetje neer te zetten en die verschuiving te creëren. Neem ze even alle twee mee. Dus het heeft te maken met herstel en heling. Nu hebben we natuurlijk ook die eclipse seizoen, wat staat voor karmische doorbraak. Elementen wat karmische blokkering nog in jouw energiestroom met zich mee zal brengen, wordt ontkoppeld of in ieder geval losgetrild, zodat je er doorheen kunt gaan. Nu voelt het voor mij ook, voor heel veel mensen die op dit moment kijken, dat ze die ontkoppeling eigenlijk al in hebben gezet. Of dat die gebeurtenis is recentelijk al geweest, of tijdens het vorige eclipseizoen al geweest. En je kunt daardoor dus nu stromingen sneller vooruitzetten. Nu heb ik het al vaker gehad over die tijdlijnen. Dus sommigen kunnen hier in dit begin zitten en hebben net die gebeurtenis gehad en moeten nog door een bepaalde periode heen van vernieuwing, van nieuwe stappen zetten en voltooiing. En sommigen zitten al verder, die hebben dit proces al doorlopen en die zitten al in dit stukje. Nu is het ook zo dat je op een gegeven moment op een punt gaat komen dat jij eigenlijk het allemaal onder de knie hebt. En dat je al heel veel bereikt hebt. Maar dat jij je eigenlijk te comfortabel in die zone voelt. En dan is het weer van belang om te gaan herschikken van, oké, wat heb ik nu geleerd? Mag ik nog iets leren in deze fase? Of heb ik mijn fase voltooid? En mag ik naar die vernieuwing toe? En kan ik bepaalde lessen achter me gaan laten? Kan ik het ontkoppelen en kan ik zeggen van, oké, ik heb geleerd, ik heb ervan sommige stukken ook geprofiteerd, ik heb de kennis opgedaan en ik mag naar die vernieuwing toe. En die vernieuwing zorgt ervoor dat sommigen dus in dit eclipseizoen van die 5,5-6 maanden tijd een situatie gaan voltooien, weer naar die vernieuwing gaan en weer ten einde van de nieuwe eclipseizoen weer een voltooiing kunnen creëren om vervolgens weer het nieuwe eclipseizoen in te gaan starten of stappen. Dus
Sommigen kan het zijn dat er dus in de komende periode ook een verhuizing plaats gaat vinden of verschuiving op het stukje werkvlak, dat je misschien een hele andere richting in gaat zetten. En intuïtief zul je die keuzes gaan maken. Dan heb jij geen aardstukje voor nodig. Dat kun je helemaal intuïtief doen. En kijk eens, we krijgen de magie, we krijgen de aas van bekers erbij. 4 van staven. Het leven echt weer gaan vieren vanuit die volle glorie. Oh, kijk. Nou, dit is even een andere wending. Na regen komt zonneschijn. Jij gaat je eigen weer nieuwe wortels schieten. Zelfstandige wortels. De kracht in jouzelf ga je weer herpakken. En dat zorgt er ook voor dat bepaalde intuïtieve keuzes gemaakt gaan worden. En dat doe jij vanuit die oprechtheid, vanuit liefde voor jezelf. Voor sommigen kan het dus ook echt liefde met een persoon zijn. Maar wat ik ook sterk voel is dat heel veel mensen eerst in eigen union gaan komen. Alvorens ze dus ook daadwerkelijk met een levenspartner kunnen gaan connecten. En stel je hebt al die levenspartner waar je mee connect, dan kan het zijn dat er een tweede fase gaat aanbreken. Dan kan het zijn dat je misschien samen gaat wonen, dat je misschien gaat trouwen alsnog, het leven gaat vieren, misschien ga je die wereldreis maken waar je heel graag als wilde doen, maar nooit aan toe bent gekomen. Omdat er een bepaalde... Het kon voelen dat je misschien teruggetrokken werd elke keer. Elke keer wilde je verder stappen, maar je werd weer teruggetrokken. En dat heeft te maken dus met die diepere laag waar jij van los mag komen. Dat stukje negativiteit waar die schorpioenenergie mee te maken heeft. Maar als je daar doorheen breekt, dan kun jij iets neer gaan zetten. Dus het kan voor sommigen dus zijn dat je in eerste instantie een union in jezelf gaat krijgen. En je gaat het leven weer vieren. Je gaat er weer op uit. Waarbij je zelfstandig in het leven staat als single. Mocht je dus in een gezonde relatie zitten, kan dit dus een next level in jullie relatie zijn, wat nu naar voren gaat komen. Mocht het zijn dat je in een ongezonde relatie zit, dan kan het zijn dat je als zelfstandig persoon alleen verder gaat. Dus als single het leven verder gaat betreden. Maar dat kan alleen als je bepaalde conditioneringen los gaat laten. Zelfsaboterende energie, bedrog wat misschien lang gedomineerd is in jouw leven. Dicht bij jezelf blijven is het belangrijkste wat je dan kunt doen. Het stukje harmonie, geluk in jezelf ontdekken. Het stukje misschien waar je vroeger gelukkig van werd als kind, hè, waar nog al die conditioneringen niet meegenomen werden in het leven. Maar ik voel ook nog een afwachtende houding. Dus we gaan even kijken waar die afwachtende houding mee te maken heeft. Ook bepaalde doelen weer gaan zetten, bepaalde richtingen. En ja, het is wel tijd om weer actie te ondernemen. Dus ik ga eens even kijken wat erbij gelegd mag worden. Okay. Voor sommigen kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je nog niet de volledige heling hebt gedaan. Als je in deze fase van het moment zit, van deze tijdlijn. En dat je er nog aan vasthoudt van ik moet nog dit, ik moet nog dat. Maar dat moeten zorgt ervoor dat je energie gaat stagneren. En dat er iets blokkeert. Terwijl je de beide wereld weer in mag stappen. En mag gaan genieten van de nieuwe stroming die naar jou toe gaat komen. Kijk, weer een paasje. Nu hebben we alleen de paasje van munten volgens mij niet gehad. Even kijken. Ja, de paasje, want we hebben de paasje van bekers, de paasje van zwaarden en de paasje van staven. Dus er is heel veel vernieuwing wat naar jou toe gaat komen. En het gaat nu er ook om dat jij creatief om weet te gaan met je enthousiasme. Dat je iets neer kunt gaan zetten met deze energiestroom. We zien hier heel veel staven. Hè? Staven is natuurlijk toch die vuurenergie van de ram, maar kan ook leeuw of boogschutter zijn. En daarbij ga je naar die vernieuwing toe. Daarbij sluit je een positie af waarbij jij aan het langste eind gaat trekken. En dat langste eind kan dus in vele facetten naar voren gaan komen. Een nieuw begin. We krijgen hier veel grote kaarten. Voor mij voelen de A's ook altijd wel een beetje bij die arcane kaart. Want er staat ook voor nieuw begin, nieuwe mogelijkheden, nieuwe ideeën. Stukje communicatie die daarin meegenomen wordt. Dus er speelt heel veel wat ten goede gaat komen voor jouw eigen ontwikkeling.
Dus het kan zijn dat er union in jezelf gaat komen. Nu is het sowieso, wil jij een diepe zielsconnectie willen ontvangen? Of match je met iemand op zielsniveau? Dan is eerst die union in jezelf belangrijk, hè? Dat jij naar een nieuwe staat van zijn gaat. Waarbij jij dus eigenlijk die overal liefde voelt voor alles en iedereen om je heen. Dat je geen oordelen hebt. Dat je geen conditioneringen daarin meeneemt en noem maar op. Dus dat die staat van zijn is best hoog. En dat zal ook niet iedereen in dit leven gaan behalen. En dan hoef je je eigen ook niet voor te schamen. Of je eigen voor het zoiets hebben van ja, waarom nou niet? Ja, dat is gewoon omdat jij een bepaald zielscontract hebt getekend. Waarbij jij iets mag gaan behalen. En dat heb je dan niet meegenomen in je zielscontract. Een volgend leven stel je jezelf er weer voor open. En kun je nieuwe doelen gaan bereiken op zielsniveau. Wat ik wel voel is dat heel veel die op dit moment kijken. Wel in die staat van zijn kunnen gaan komen. Dus de mogelijkheden liggen er. En voor sommigen die al in die staat van zijn zijn. Nou, dubbel, dubbel. Maar die kunnen dus ook in union komen met een zielspartner. Dus mocht jij een van die personen zijn, laat er vooral een berichtje achter. Heb jij het gevoel dat jij al op die staat van zijn bent? Laat ook een post achter. Ik ben heel benieuwd hoe jullie er zelf tegenaan kijken en vooral ervaren en voelen in welke staat van zijn je al bent. Want iedereen staat natuurlijk op een andere tijdlijn, ander tijdsbestek waar je in bewandelt. En er is geen goed of fout. Iedereen bewandelt het op zijn eigen manier, snelheid en met eigen kennis en lessen. En neem die dan ook mee. Jouw lessen kunnen niet de lessen van een ander zijn. Dus heb jij een bepaalde ervaring wat je hebt ervaren? En denk jij een goede vriendin of een vriend daarmee te helpen met je advies? Een advies mag je geven, maar de advies hoeven hun niet mee te nemen. Word daar dan ook niet boos over? Of heb je dan zoiets van, ja, maar het kan je leven wat makkelijker maken? Dat snap ik, want jij ervaart al een andere staat van zijn. Maar als die persoon nog niet zo ver is in die staat van zijn om dat te kunnen snappen, omdat jij in een hogere trillingsenergie zit, kan jouw energie eroverheen gaan. En als jij iemand hebt in een lagere trillingsenergie, gaat dat dus letterlijk over de energie heen. Die ander kan dit dan nog niet oppikken. Dat is nog niet mogelijk. Dus als jij al zover bent dat jij iets over kunt brengen op een ander, maar een ander kan dit nog niet ontvangen, laat het dan ook gewoon lekker los. En dit is even een andere wending in de reading, maar dat is voor iemand nodig die dit dus op dit moment ervaart of iets wil delen met iemand anders, maar geen respons krijgt. Dit ligt niet aan jou, dit ligt aan de energiestroom van een ander. Die persoon is er gewoon nog niet klaar voor om te mogen ontvangen. Laat het dan ook lekker los, richt de focus vooral weer op jezelf en dan zul je zien dat jouw stroming alleen maar zal optimaliseren. Ik pak als laatste nog een affirmatiekaartje erbij. En dan hoop ik dat ik voor vandaag weer een mooie boodschap voor deze nieuwe maanenergie over heb mogen brengen. Oké, elke dag word ik meer en meer de persoon die ik wil zijn. Nou, hoe mooi is dit om eraan toe te voegen? Ik leg hem even hierop. Schrijf het weer op een post-it. Of en plak het op je spiegel of op je nachtkastje of keukenkastje op de wc-deur. En affirmeer deze de periode van de nieuwe maan. En dan zul je merken dat het meer op meer in jouw celniveau geactiveerd zal gaan worden. En dit zet dan ook kracht bij met het behalen van het einddoel. Lieve mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Mocht jij nog niet geabonneerd zijn, lijkt het me ontzettend leuk als je je eigen gaat abonneren. Dan pik ik de energie ook eerder op tijdens het afstemmen op mijn kanaal. Maar goed, je bent niet voor niks op mijn kanaal terechtgekomen. Dus superleuk dat je sowieso al de video hebt bekeken. Laat anders ook een berichtje achter als je een nieuwe kijker bent. Dan heet ik je sowieso van harte welkom. En dan wil ik jullie voor nu een hele mooie dag toewensen. Een mooi weekend en tot de volgende video. Doei doei!